Terwijl de latex ligt te drogen, ga ik alvast beginnen aan de darmen. Oké, wat heb ik daarvoor nodig? Nou, zoals ik al zei, gaan we die maken van panties. En je neemt eigenlijk één been van de panty tegelijk. En stel, darmen bestaan uit, grofweg gezien, uit twee verschillende soorten, de dikke en de dunne darm. Bovenaan zit de dikke darm en die ziet er ook qua structuur iets anders uit dan de dunne darm. Dus dan gaan we een techniek bij gebruiken met naald en draad om dat uiterlijk te geven. Door de jaren heen heb ik ook heel veel met naald en draad gedaan. Daar ben ik redelijk goed mee. Ik zeg even bewust, ik niet dat ik goed ben in naaien, want het wordt ongetwijfeld weer dubbelzinnig opgevat. Ik heb hier nog een hele lading rood textiel. Wat nog over is van de Vampire Hunt Kit. Weet je misschien nog wel dat we daar als bekleding in de koffer rode textiel hadden gedaan. En dat gaan we gebruiken om dit stuk darm mee op te vullen. Doordat ik het er gefrommeld in doe, krijgt het van zichzelf al schaduweffecten. Dat scheelt eigenlijk een hele berg met verven. Het realiseren van kleuren. Je ziet ook verschillende diktes in de panty. Dat is alleen maar realistisch. Dit wordt een dikke darm. We gaan als eerste dit dichtmaken. Ik ga dit naar binnen vouwen. Naald en draad had ik al klaar. Dus ik heb een vrij dik bruin garen genomen. Eigenlijk wat je gebruikt om te haken. Omdat ik gewoon wil dat het ten eerste stevig is en ten tweede goed zichtbaar. Het dichtmaken van dit uiteinde, dat mag gewoon grof. Dan werken we toch uiteindelijk weg uit het zicht. Dichtknopen.
operatie geslaagd. Terwijl ik straks bezig ben, nog een keer garen doen, maar dat geeft niet. Oké, we gaan als eerste de naald hier erin brengen. Als je het er doorheen trekt, mag je het gerust een beetje aantrekken. Dan hier er doorheen. Dus af en toe een beetje geduld hebben. Simpelweg omdat het nu vrij dik is om erheen te moeten met de naald. Een beetje helpen met de schaar, met duwen. Is allemaal prima. Wel uitkijken voor je vingers natuurlijk. Hè? Als je niet als je eruit komt in je vingerprik. Terug naar het midden van waar we begonnen zijn. En je ziet er al een beetje de structuur ontstaan. Er komt hier in het midden nu een soort inkeping. En dit worden allemaal segmenten. En dit is dus eigenlijk de hele bedoeling. Het is volgens mij minder garen als ik het nu afknip en knoop. En daarna weer een nieuw segment maak, dan dat ik in één draad doorgaat. Dus dat ga ik doen. En ik probeer alles qua knopen aan deze kant te behouden. Zodat dit straks min of meer de achterkant is. Zodat in één keer straks alle knopen voor het oog weggewerkt zijn. Oké, ga hier even mee verder en je ziet me wel weer als het klaar is. Oké, we hebben darmen. Dit is gewoon eigenlijk één pendy. En het gedeelte wat zo gezegd om de middel gaat, hij zit hier in het midden. Het is gewoon naar binnen gevouwen en dichtgestikt. En het uiteinde van die voet is aan die dikke darm gezet, zeg maar. En dan kunnen we straks, als het op zijn plaats moet komen, allemaal positioneren hoe we het willen. Maar daar is het voorlopig nog even niet de tijd voor. Oké, tijd om de darmen erin te gaan verwerken. Haar zit erop. Dit rubberen piepratje, dat had ik al jaren liggen. Op zijn schouder gezet, naast de plek waar straks
die grote piratenhaak doorheen gaat. Dit allemaal op elkaar gelijmd met het lijmpistool. En het is nu zaak om om alle darmen zeg maar op zijn plek hierin te lijmen. Dus ik ga dit en dit en dit voor een gedeelte met het lijmpistool insmeren. En dan gaat de darm op zijn plek. Ik wil alleen nog even wat lijmpatronen erbij pakken. Ik zie dat deze ook alweer bijna leeg is, die er nu in zit. Morsten ook momenteel, er loopt een hoop af, maar dat is weer te veel. En de reden waarom de kranten onder liggen. Oh ja, dat vergeet ik nog te vertellen, maar die dikke darm nog even bewerkt met een blauwe spuitbus. Zodat hij ook echt opvalt als zijnde dikke darm. Hier kan gerust ook nog een lading lijm. En dit laten we even drogen. Humphrey hangt nu op zijn plek aan het rek. Je ziet het straks wel hoe dat hij hangt. Het gaat nu even om de darmen. Dan ga ik deze blauwe verf van de IKEA nog voor gebruiken. Hier kun je hier namelijk gewoon mee tekenen. Door het hele dunne mondje van de tube. Door hierin te knijpen gaan we er aders op tekenen. Ik hem aan de achterkant vastzetten met lijmpistool. Is er wat lijm erin gekomen. Maar dat geeft eigenlijk nu ook wel het idee van een paar maten. Dus dat laat ik helemaal zitten. Lijkt me voldoende. Met de paarse variant nog even op de dikke darm.